We zitten hier gezellig voor het station met Alma Broekhuizen. En we willen alles van haar weten, want ze heeft net de Vierdaagse gelopen. Even een hele open vraag. Hoe was het? Het was super gezellig. De eerste dag vond ik het heel erg leuk ook. Als je aankomt sowieso al, je weet niet wat je ziet. De tweede dag, nou, de loop ging prima. En de derde dag, maar dat is dan de tweede loopdag natuurlijk. Toen heb ik gelijk gezegd, dit is de eerste keer en de laatste keer. Oh. Ik heb ontzettende zeer gevoelten kreeg ik toen. En vertel even in detail, waar heb je nou last van? Nou, de onderkant van je voeten doet vooral heel zeer. Ik kreeg een blaar waar je gewoon heel erg last van had. En ja, het is gewoon een gevoel, dat ken je gewoon helemaal niet. Ik sta ook in de winkel en dan, het is gewoon heel anders. Ik heb het echt onderschat ook. Dat ook. Nou is het 4 dagen achter elkaar lopen. De eerste dag lijkt me nog te overbruggen. De tweede dag dacht ik, jeetje. De derde dag kom je dan de man met de hamer tegen. En wat is de 4e dag geworden? De 4e dag, dan denk je, ja, nu ga ik hem zeker uitlopen. Ik denk, nou, dat gaan we lukken. Maar ja, na 9 kilometer begon het weer. Ik denk, oh jongens, we hebben ook extra gestopt. Maar ja, je gaat gewoon, want ja, je wil gewoon die medaille halen. Ik zei, al moet ik op mijn knieën in het laatste stuk lopen, dat doe je gewoon. En dan zie je nog meer mensen nog erger eraan toe zijn. Dan denk je, nou, wat ik dan heb, dat valt nog wel mee. En hoe werkt het dan? Dan krijg je pijn aan je voeten, blaren. Kun je dat niet afplakken of afpersen of uitzuigen, weet ik veel. Ja, je krijgt een pakket vette water krijg je mee van het Rode Kruis. Dan kan je eromheen wikkelen en dan ja, het zit helemaal strak in je sokken. En ja, je moet er gewoon doorheen. Het is, ja, je gaat gewoon, je probeert toch normaal te lopen. Want het doet even goed zeer. Ik denk maar elke keer van, loop maar door, het doet toch zeer. En dan zie ik wel zijn voelt helemaal kapot aan het eind. Geen probleem, dan ga ik rusten en dan komt het ook wel weer goed. Kun je stellen dat je hem op karakter hebt uitgelopen? Nou, dat laatste stuk zeker hoor, had ik niet gedacht. Maar het laatste stuk heb ik dat zeker wel gedaan, ja. Ja, dan zeggen ze altijd, als je eenmaal Nijmegen binnenkomt en op de Via Gladiola, of wat is het allemaal, dan loop je op wolkjes, zeg maar. Hadden we het net even over, inderdaad. En toen ze zeggen allemaal, je wordt gedragen, maar ik heb een paar keer echt geroepen, ik zeg gedragen? Ik zeg, mijn voeten doen gewoon gigantisch zeer, ik zeg, niemand die me draagt. En je hoort, nou, heel veel keer achter elkaar, kom op, je bent er bijna. Ja, dan heb ik ook echt wel gezegd, je bent er bijna, het duurt hartstikke lang. En ook die dagen daarvoor, je begint natuurlijk heel vroeg met lopen. Dus de hele morgen hoor je, goedemorgen. En dan heb ik echt een paar keer gezegd, goedemorgen. Ik zeg, donder, wanneer is het nu goedemiddag? Dus ja, dan later, dan denk je, moet je wel lachen. Maar op dat moment heb je dat echt. Dat had ik echt niet verwacht. Eventjes liep je in een groepje, liep je in je uppie met vriendinnen, vrienden? Ik ben samengegaan met Helena, die loopt hem nu voor de 6e keer. Dus we zijn samengegaan en onderweg kom je wel eens wat tegen, maar hoofdzakelijk wel met z'n tweeën. Dat wel. En je komt wel in, we hebben ook geslapen en dan zie je ook wel anderen en die kom je ook wel eens tegen. Maar hoofdzakelijk gewoon met z'n tweeën. Thank you.
je nog iets meegemaakt van feesten en partijen en Polonaise en Guus Meeuwis of zoiets? Dat hebben we zeker meegemaakt, want wij sliepen heel... Nou, de wet erin af en wij, daar was ons bed. Dus we gingen gauw onze slippers aantrekken en dan gingen we terug. En dan stond er een kar en had je Wipneus en Pim. Ik kende ze totaal niet nog. Maar nu weet ik wie ze zijn. En dan had je echt... Ik heb steeds gezegd ook, het is net apres-skiën. Allemaal banken en gewoon gezellig feesten. Inderdaad, Polonaise lopen ook. En dan tot 6:30, 6 uur. En dan gingen we eten. En dan, dan ga je naar je bed toe. En dan ben je gewoon moe. Je bent blij als je om 10 uur naar bed mag. De lampen gingen ook dan uit. Maar je bent echt blij. Want ik had een keer de volgende dag las ik een sms'je van mijn man. En het was 10:30. Hij zei van, ben je aan het feesten? Is het gezellig daar? Dat las ik de volgende morgen. Dus ik deed terug en zeg, feesten? Ik zeg, man, ik vraag gewoon bijna of ik naar bed mag om 10 uur. Want ja, je begint om 3:30, word je al wakker. Maar goed, je ziet er trots uit met je kruisje. Ja. Dat is de eerste. En wordt er echt nog van een tweede gelopen? De tweede is wel heel erg mooi. Ik heb hem gezien, het is deze kleur en dan een kroontje erbij. Dus ik zei, hij is wel heel erg mooi. Dus misschien toch wel aanlokkelijk om daarvoor te gaan. Maar ja, dan moet ik eigenlijk niks meer keren. Want ik ging ook altijd, had ik last van hielspoor. Dus dat is ook al een beetje vervelend. Ga je ook al fout lopen. Dus wie weet, ik heb al gezegd, ik geef hem wel op. Want je kan tot april kan je geloof ik weer afmelden. Dus ja, je weet nooit. Ik heb heel veel keer gezegd, dit is de eerste en de laatste keer, maar de kroontje trok ook wel hoor. Nu helemaal hier voor het station zit, denk je van, de tweede keer lokt me toch ook wel? Ja, en nu voel ik mijn voeten ook niet als ik nu zit. Ik voel ze niet meer, toen ik naar bed ging wel. Maar ik heb lekker geslapen, mijn man deed een kussen onder het matras, zodat mijn voeten in de hoogte lagen. Hij zegt, moet je doen, zei hij. Ja. Dus nu voel ik ze niet meer prikken, dus ik denk van ja. We zijn trots op je, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, nou, de Vierdaagse heb je dan achter de rug. Bloed, zweet en tranen, maar wel heel trots. Maar ben je van huis uit een loper? Doe je vaker aan wandeltochten en grote trips? Ik heb één keer meegelopen, 4 dagen. Toen ging een groep ging de Santiago-loop doen. Dus ik ook heel dapper, 4 dagen meelopen. Dat ging perfect. Dus ik denk ook dat ik daardoor dacht, ik ga het gewoon heel makkelijk doen. Dat doe ik eventjes, die 4-daagse. Maar ik denk dat het er komt. Ik was toen denk ik 13 jaar jonger. Een jaartje of 12, 13 terug. Ik weet het niet precies. Dus ja, dat scheelt misschien ook wel. Maar toen ging het echt heel goed. Dus dat, En nu de 4-daagse is toch wat anders? De 4-daagse was zeker wat anders, ja. Ik weet ook, ik kan het gewoon niet verklaren, het verschil. Daar heb ik me echt op gekeken. Ik denk, oh man, toen ging het me zo gemakkelijk af en ja, allemaal goed. En ik denk, dat ga ik nu ook gewoon eventjes doen. Volgend jaar zitten we hier weer en heb je de tweede gelopen. Dankjewel. Alsjeblieft.